Half6-journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. 30 april, de verjaardag van prinses Juliana en ook van Pieter van Vollenhoven. Maar vooral Koninginnedag. Feest voor koningin Beatrix en voor ons allemaal. De koninklijke familie werd dit jaar ontvangen in Noord-Holland. Het bezoek begon vanmorgen in Anna Palona, in de kop van Noord-Holland. Alles was er versierd met bloemen. Heel bijzonder zijn de mozaïeken in de tuinen, die gemaakt zijn van vele duizenden bloemen. Het meesterstuk, het grootste bloemenmozaïek aller tijden, is speciaal voor vandaag gemaakt. Het is het portret van de vroegere prinses Anna Palona zelf. 81 vrouwen hebben eraan gewerkt. In Callants Oog werd de koningin op een enthousiaste en zeer ongedwongen manier ontvangen. Een commentator zei zelfs dat de koningin zich baadde tussen de mensen. Nou, de beelden spreken voor zich. Het was er vooral gezellig. Later in het Half6-journaal laten we u nog meer zien van dit koninklijk bezoek. Vreugde in Tyrus in Zuid-Libanon. Een uitbundige bevolking begroette een autocaravaan vol strijders van de Sjiïtische Amal-militie. De Israëli's waren vertrokken. Amal en ook de soldaten op hun tanks van het gewone Libanese leger werden als helden ontvangen. Maar de tanks zijn nu bijna allemaal doorgereden naar de nieuwe lijn waarachter de Israëli's zich hebben teruggetrokken. Het zijn nu de Amal-strijders met hun groene vlaggen die het nu Sjiïtische Tyrus beheersen. Enorme schade bij bomaanslagen in Parijs, bij twee telecommunicatiebedrijven. Eén persoon werd licht gewond. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Maar de politie denkt dat de bommen zijn geplaatst door de uiterst linkse groepering Action Direct. Op een van de muren van een gebouw stond de afkorting AD. Een grote militaire parade in Vietnam in Ho Chi Minh-stad, dat is het vroegere Saigon. Zo werd gevierd dat het Noord-Vietnamese leger daar precies 10 jaar geleden binnentrok. En dat was het eind van de Zuid-Vietnamese regering, die jarenlang was gesteund door Amerika. Aan die val ging een bloedige oorlog vooraf, met 4 miljoen gedode Vietnamezen en 60.000 dode Amerikanen. Belangrijke Zuid-Afrikaanse krant verdwijnt. Vanmorgen rolde voor de laatste keer de Rand Daily Mail van de persen. Reden voor de sluiting van de krant? Financiële problemen. De Daily Mail gold als het belangrijkste oppositieorgaan tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid. Vandaar dat meer dan de helft van de lezers uit zwarte bestond. De Zuid-Afrikaanse regering heeft in het verleden vaak geprobeerd de krant het zwijgen op te leggen. Johan Cruijff wordt adviseur bij MVV.
Hij gaat bij de voetbalclub in Maastricht een jeugdopleiding voor talentvolle voetballertjes op poten zetten. Hier op de foto staat hij samen met MVV-voorzitter Melchior en een vertegenwoordiger van de sponsor. Ze staan bij een maquette van het overdekte stadion dat in Maastricht gebouwd gaat worden. Van Maastricht naar Callantsoog. Hugo van Rijn maakte daar vandaag een portret van het dorp dat de koningin op bezoek kreeg. Callantsoog vanmorgen vroeg. Het dorp zelf is nog in volle rust, maar op het gemeentehuis brandt al licht. Vanaf 5 uur is een handjevol politiemensen daar bezig het kleine gebouwtje van onder tot boven te doorzoeken. Met spiegeltjes wordt onder de bureaus gekeken, elke lade wordt opengeschoven, er wordt gezocht tot in het kleinste kamertje toe. Zelfs de koffiejuffrouw ontkomt niet aan dit onderzoek dat overal aan ieder bezoek van de koningin vooraf gaat. Inmiddels is men ook buiten volop aan het werk. Morgen, mannen. Goedemorgen. Ook de burgemeester is vroeg opgestaan op deze zo heugelijke dag. Ik geloof dat de Callantsoogers het enorm fijn vinden. Want we zitten natuurlijk in een gemeentelijke herindeling, dat is u ook bekend. En koninklijk bezoek op dit moment, dacht ik dat het heel belangrijk voor Callantsoog is. En dat is natuurlijk een eer voor Callantsoog, laten we eerlijk zijn. Een klein plaatsje aan de Noordzeekust, 2700 inwoners. En laat de koningin in Callantsoog nu alles te zien krijgen, behalve die zee. Koningin bezig? Ja, we zijn al met de koffie voor de koningin bezig, ja. Want anders dan komen we te laat, hè. Als de koningin eenmaal in Callantsoog is, moeten de herinneringen aan al eerder bezochte plaatsen natuurlijk wel even aan het oog worden onttrokken. Hoogtepunt van het bezoek is een wandeling door het dorp. Het heeft maanden van voorbereiding gekost en het duurt precies 1 uur. Maar over het bezoek van de koningin zullen ze in Callantsoog nog wekenlang napraten. Jongens, enorm bedankt, want het was hartstikke goed. Ja hoor, tot het volgende jaar. Ja hoor, ja, hoor. Bedankt hoor. Geweldig hè? Het was geweldig hoor. Doei. Geweldig was het. Misschien laat u, wanneer u even snel een brief in de brievenbus wil doen, uw motor wel eens lopen. Nou, een mevrouw in San Antonio in Amerika deed dat ook. En ze was nog niet uitgestapt of haar auto ging uit zichzelf in de achteruit en reed 2 uur lang in een kringetje rond. Wouldn't it be better off to shut the door and hop in through the window, Joe? Wouldn't it be better off to shut the door and then try and hop in through the window? No. Toen pas, na heel veel moeite, lukte het een agent om in de auto te springen en het sleuteltje om te draaien. Yay! Yay! Oh, nee, yay! De brievenbus was totaal los. En dan tot slot het weer. Weinig Nederlanders hebben vandaag het oranje zonnetje kunnen zien. Op de satellietfoto de scherpe grens van de bewolking die over ons land liep. Alleen in het noordoosten was het vanmiddag vrijwel onbewolkt. In het zuiden en het westen is het zelfs een beetje regen gevallen. Morgen wordt het niet veel beter. Het blijft koud met een maximumtemperatuur van 10 graden. Het is zwaar bewolkt en er vallen een paar buien. Misschien valt het in Zeeland nog wel mee. Morgen is er weer een 5:30 journaal. Goedemiddag. Thank you.